Thijs Hendricks Tweewielers in Wanrooi is dé specialist in de regio voor uw fiets en accessoires. Harold van der Zanden van de Stichting Wielerevenementen Westerbeek. Aanstaande zondag 3 maart alweer de 10e editie van de Veldtoertocht Hel door de Peel. Hel van de Peel. Wie verwachten jullie daar? Nou, wij verwachten een paar honderd mountainbikers of veldrijders die bij ons een toertocht komen fietsen waarbij ze kunnen kiezen uit een afstand van 35 kilometer of 50 kilometer. De tocht die gaat vanuit Westerbeek richting de bossen van Overloon, de Hondsbergbossen noemen wij dat. Vervolgens gaan ze via een rustplaats richting de Vers. Daar hebben we bossen liggen met wat hoogteverschil. En dan gaat de tocht verder richting de bossen bij Venruide, Ballonzuilbossen en dan via Siberië weer terug naar Westerbeek. De naam is zeer apart en hoort ook wel in de wielerwereld. De Hel van de Peel, misschien kun je dat een beetje toelichten. Ja, die naam die hebben we wat gepikt, zullen we maar zeggen. Hier hebben we in 1992 of 1993 een veldrit gehad voor profs. Dat was echt voor cyclocross. Dat was een eenmalig evenement. Het was eigenlijk ook te groot voor ons om te organiseren bijna. We hebben dat toen samen gedaan met de Wielerstichting in Boxmeer. En dat evenement is na 1 jaar komen te vervallen. Dus na een jaar of 10 toen wij dit evenement gingen organiseren, kwam die naam weer boven. De naam is gebleven, al voor de 10e keer aanstaande zondag, dan 3 maart. Wat hebben jullie vernieuwd aan de tocht? Nou, we hebben dit jaar gekozen voor een nieuwe tocht. De andere tocht die ging wat meer richting Vredepeel en de Rips. Nu gaan we wat meer richting Overloon, vooral omdat daar wat meer hoogteverschil zit. En we dachten, ja, bij een 10e jaar een nieuwe tocht, dat is altijd goed. Jullie hebben ervaring met het aantal deelnemers. Hoe kijk je er tegenaan voor aanstaande zondag? Nou, we verwachten eigenlijk dit jaar meer deelnemers dan andere jaren. Normaal zaten we rond Pasen. Dan zitten we eigenlijk al in het seizoen dat de echte jongens ook de weg op gaan. Dus we hopen nu meer mountainbikers te treffen die het nog te koud vinden om te gaan wegfietsen. Hoe zit het met de inschrijvingen en kunnen mensen nog informatie terugvinden op de website? Ja, we hebben een website www.swww-westerbeek.nl. Daar staat informatie op. De deelnemers die kunnen tussen 8:30 en 9:30 aanstaande zondag inschrijven hier in het café achter mij.